En we zijn vertrokken. Met 37 Dijkse Velken, nummer 74 aan de kop. Ronnie van Daal. Het is een behoorlijk pak om in het veld te duiken. Ze komen nu richting de technische passage. En Robbie Mulders aan de leiding.
Ja, dat is een beetje, van alles een beetje. Ja, ja. Wat in de schoenen van hè?
pakken. Maiores. Ah, você fala. Come on, eh? Come on, Leon! Come on, eh? Come on! There we are! Yeah, this is a nice boy. Yeah? Yeah. Yeah. Nog enkele sponsors voor nummer van onze kamelenkroeg. Dank u wel.
Bos en Kimmy Barnes, Petit Angelo en Lionel Charles. Nummer 29, Wim Sleek. We zien daar ook Leon Smit. Wij Dussel blijft goed doorgaan en Pascal de Kop. Ook nog twee rondes te gaan voor nummer 24, Leo Komers en 89, Fabian Scherp. Die we ook verschijnen, dit is Van Heuvel. En hier Chris Proop. Ook aan onze veiligheid wordt gedacht voor de mensen van het Rijntje. Duidelijk om 12 uur vindt er ook de jeugdinitiatie plaats. De jongeren mogen dan gewoon vervangen. Walter Rutten passeert aan de start. Ook twee ronden voor Peter Bruining. Van de Perre passeert hier ook aan de start. En thank you.
En onze prijzen zijn mooi gesponsord door onze lokale brouwerij De Cassé. Op de derde plaats mogen wij op ons podium zetten Robbie Mulders. En natuurlijk op het podium drie kussen van de Kitspoes. En op de tweede plaats Ronnie van Daal. En op ons hoogste schavot van deze reeks mogen wij verwelkomen Gert Kools. Proficiat aan alle drie. Knappe prestatie. Gert gaat misschien wel even zijn hoofd moeten intrekken. Het gaat net. Op de foto, geef ze nog een applaus, onze winnaars.